Voordat we starten, een belangrijke mededeling voor de basis- en kaderleerlingen. Uh, deze stof uit deze video zit niet in jullie examenstof. we hoeven jullie dus ook niet te kennen en je kunt dus alvast doorgaan naar de volgende video. Uh, gemengde theoretisch, blijf wel even kijken, want dit is wel examenstof voor jullie. Het gaat over de decolonisatie van de voormalige kolonie Nederlands-Indië, oftewel Indonesië. Want die kolonie die was, zoals we al eerder hadden gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, bezet door Japan. Die had de Nederlanders eruit gegooid of gevangen gezet. En eigenlijk de controle over Indonesië overgenomen. Nou, Japan geeft zich over hè, aan het einde van die Tweede Wereldoorlog op 15 augustus. En uh, daarmee komt er ook een einde aan de Japanse bezetting van Indonesië. En dat zorgt ervoor dat de Indonesische nationalist Sukarno, die heel graag een onafhankelijk Indonesië wilde, dat die twee dagen later dus ook de onafhankelijke Republiek Indonesië uitriep. Want hij zag zijn kans nu schoon. De Japanners waren verslagen. De Nederlanders die waren er nog niet. Dus dit was het moment om als vrij en onafhankelijk land door te gaan. Ja, de Nederlandse regering die wilde daar niet in meegaan. Uh, die zag Sukarno als een collaborateur, iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog fout was geweest, omdat hij had uh, meegevochten of meegewerkt aan de kant van Japan. En ze waren ook totaal niet blij met die onafhankelijkheidsverklaring. Want Nederlands-Indië was gewoon een heel belangrijke kolonie voor de Nederlanders. Ten eerste omdat die heel veel geld opleverde voor de schatkist en er waren heel veel Nederlandse bedrijven die er heel veel geld aan verdienden. En daarnaast zorgden ze zo'n grote kolonie als Nederlands-Indië ook voor aanzien in de wereld voor zo'n klein landje als Nederland. Dus de Nederlandse regering wilde die kolonie niet opgeven. En daarom kwamen ze na een hele onrustige periode met de zogenaamde politionele acties. En dat betekent dat de Nederlandse regering soldaten stuurde om uh, de strijd aan te gaan met die Indonesische nationalisten. Ja, en politionele acties is misschien een beetje een rare term. Maar die term die werd expres gebruikt door de Nederlandse regering om het er minder erg uit te laten zien naar uh, het buitenland toe. Want het was natuurlijk gewoon een koloniale oorlog. Maar uh, het werd dus gezegd, het is politioneel, zoals je hier ook op de voorpagina van deze krant ziet. In politioneel zit het woord politie. Wat de Nederlandse regering namelijk zei, ja, dit is geen onafhankelijkheidsstrijd, maar dit is een opstand in ons eigen land of op ons eigen grondgebied in ieder geval. De kolonie is van ons. Ja, en als er onrust in het land is, dan moet de politie ingrijpen. Vandaar dat ze politioneel gebruiken. Maar dat zeiden ze dus eigenlijk alleen maar om het er iets minder erg uit te laten zien. Want in feite was het gewoon een koloniale oorlog. En die bestond eigenlijk uit twee operaties. De eerste was in 1947, Operatie Product, waarbij het Nederlandse leger probeerde om uh, op de eilanden Java en Sumatra met name, dat waren de grootste eilanden ook, om daar die Indonesische nationalisten uh, te verslaan en uit elkaar te spelen. En om weer controle te krijgen over bijvoorbeeld de olievelden en de rubberplantages. En uh, in 1948 vond de tweede politionele actie plaats, Operatie Kraai, waarbij het Nederlandse leger ook steeds grotere gebieden van uh, die Indonesische eilanden innam. Ja, dit was wel echt een ongelijke strijd, en er werd ook niet echt heel netjes gevochten. Dus dat uh, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het Kneel, die kneelsoldaten, ja, die hebben ook op verschillende momenten hebben die allerlei oorlogsmisdaden gepleegd tijdens die politionele acties. Hè. Er, er, er kwamen dus onschuldige vrouwen en kinderen kwamen erom door geweld van die Nederlandse kneelsoldaten. Nou ja, ondanks dat oorlogsgeweld, of misschien juist wel daarom, zijn die politionele acties een groot militair succes voor de Nederlanders. Want ze krijgen behoorlijk veel controle terug over die Indonesische eilanden. Maar toch uh, dwingen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties Nederland om te gaan onderhandelen met Sukarno. Die Nederlandse regering kon het wel politionele actie noemen, maar uh, andere landen zagen het toch vooral als een koloniale oorlog en dat moest je niet meer willen. Indonesië had het recht om onafhankelijk te zijn. En de Verenigde Staten, die dreigden de Nederlandse regering bijvoorbeeld om Nederland geen geld meer te geven, om Nederland weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en zo werd dus uh, de Nederlandse regering gedwongen om weer te gaan onderhandelen met Sukarno. En uiteindelijk leidde dat in 1949 tot een overdracht van de soevereiniteit van Nederland aan Indonesië. Soevereiniteit wil zeggen dat uh, de hoogste macht. Dus in dit geval gaf Nederland de macht aan Indonesië. En waren nog wat afspraken bij. Maar in feite kwam het erop neer dat Indonesië vanaf dat moment een onafhankelijke staat was geworden.